Van zaterdag 30 juni tot en met zondag 15 juli werkt ProRail 16 dagen lang aan het spoor in Zwolle. Door sporen en wissels slimmer in te richten, kunnen treinen voortaan ieder op hun eigen spoor sneller station Zwolle in- en uitrijden zonder elkaar te hinderen. De treindienst wordt hiermee soepeler en betrouwbaarder en reizigers komen op tijd op hun bestemming. We staan hier in Zwolle. Hier wordt hard gewerkt als onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. De eerste stappen die we zetten om het noorden nog beter bereikbaar te maken per spoor. We liggen keurig op schema, dus daar waar nu nog ballast is zonder rails, is het over een paar dagen is het weer netjes voor elkaar in een nieuwe vorm, simpeler en zodanig dat Zwolle gereed komt voor de toekomst voor nog meer treinen en nog een beter spoor. Dit is een hele mooie klus voor Structon. Dit is het tweede knooppunt van Nederland. En het is bijzonder omdat alle disciplines van Structon hierbij samen aan het werk zijn op een heel klein gebied. Waarbij we ook allemaal goede afstemming met elkaar moeten hebben om deze geweldige klus te kunnen realiseren. Nou, de komende 16 dagen gebruiken we, tenminste ontgraven we 8000 ton ballast. En die oude ballast die wordt hergebruikt in het werk door eerst de 7 en daarna weer hergebruikt in het werk. We zien hier een bovenleidingbalk met een overspanning van 43 meter. De balk is een overspanning om de bovenleidingsdraden aan op te hangen. Er zijn hier in totaal over de 16 dagen 4800 diensten gepland van mensen van 8 uur. En op het hoogtepunt 165 mensen per dienst. In deze 16-daagse legt ProRail de basis om Zwolle beter te benutten als belangrijk overstapstation tussen Noordoost-Nederland en de Randstad.